Goedemorgen, filmpje van Ingrid. Ik ben onderweg naar Enschede, naar Marcia. En Marcia is een zeg maar mijn Instagram vriendin. Zij heeft hele mooie en leuke kipjes. En eigenlijk sinds ik kipjes heb, heb ik contact met haar. En krijg ik eigenlijk allemaal tips en tricks en alles over. Nou ja, weet je, met al mijn vragen kon ik bij haar terecht. Echt super fijn. En ik had nogal wat vragen. Twee weken geleden is Bo overleden. Ach, mijn haantje. Hij had smoelworminfectie. Ging heel moeilijk lopen. Alsof hij echt op eieren liep. En dat ging heel snel achteruit. Uiteindelijk nog een keertje teruggegaan naar de dierenarts. Antibiotica gegeven. Daarna lag hij heel vredig tussen de dametjes in het hok. Was hij zeg maar gaan hemelen. En dezelfde dag nog. Ik zie Charlie ook een beetje een soort misstap maken. Toen dacht ik, oh nee toch. Maar ik denk, ja, ik niet zo paranoia meteen. Ik bedoel, misschien is het toeval. Maar ja, weet je, ik heb een intuïtie van hier tot Tokio. Dus ik voelde gewoon, ik weet het niet. Ze lag meer te chillen en de rest lag meer actief te shuffelen. Toen dacht ik, jij vertoont ander gedrag. Nou ja, dat ging al heel snel ook achteruit met echt een soort lopen alsof ze met één been een soort sleepte. Uiteindelijk ging ze in een soort spagaat, ze verlamde ze helemaal. Ja, meisje. Kan er gewoon zo, kijk hier, doet ze wel meegrijpen en dat. En dit is eigenlijk een beetje, nou, ze beweegt hem wel, maar ze knijpt er niet mee. Hier, koppie. Hé, meisje. Toen dacht ik, kut, dan gaan we weer. Nou, ik met haar naar de dierenarts. Ik denk, nou, ik ga het niet zo ver laten komen als met Bo. Nou, dat is een hele heftige coccidioseinfectie. En ik zie haar 's morgens en ik dacht, nee, dit is gewoon, dit is niet oké. Dus ik heb haar in laten slapen. Ik zei wel, dit keer wel, van ik wil nu wel autopsie laten plegen. Want dat wilde ik met Bo niet. Bo was al vanaf dag 1 dat ik hem had, was hij al zwak. Hij kwam al binnen met wormen. En Charlie ook trouwens, weet je, allebei. Ik heb autopsie laten plegen en toen bleek dus Charlie inderdaad ook. Bij Bo had ik het gevoel ook niet, weet je. Omdat ik dacht, ja, jij bent al zwak. Weet je, die had elke keer wel wat. En ach, zo'n schatje, maar toen dacht ik, ja, jij bent gewoon een zwak kippie, weet je. Achter jou hoef ik niks te zoeken per se van, goh, waar ben je aan overleden? Ik heb er wel over nagedacht, maar Marcia zei ook van, ja, ik weet je. En dan weet je dat hij een darminfectie had of wat dan ook, weet je, ja. Toen dacht ik, ja, dan heb je ook wel gelijk. En ik laat hem intact en ik begraaf hem. En, maar goed, met Charlie dacht ik, ja, de tweede in een paar dagen tijd. Nu ga ik het wel laten nakijken. En dat dierenarts zei ook van, ja, dat is wel verstandig om te doen. Maar goed, Charlie bleek dus de ziekte van Marek te hebben. Ja, dat is best wel heel heftig. Daar zijn mensen heel vaak wel bang voor, zeg maar, mensen die kippen hebben. Zeg maar tumorvorming, nou, bijvoorbeeld in de darmen of bij de eileiders, eierstokken, weet ik veel. Nou ja, Charlie had dus echt een tumor van 5 centimeter doorsnee. Echt een, nou, 5 centimeter tennisbal doorsnee. Had ze een tumor in haar buik. Ik zal nu even een foto laten zien. Maar als je denkt, oeh, dat kan ik niet tegen, dan moet je even je ogen dicht doen. Dus ja, dit zat dus in haar buik. Super zielig. Zij ging ook echt, was binnen een paar dagen gewoon niet meer oké. Maar ze hebben een mooi leven gehad bij mij, of ik kan je verklappen. Ik bedoel, ze hebben zoveel liefde gekregen en zoveel meelwormen. Dus, maar goed, ja, lang verhaal kort. Ik ben dus nu onderweg naar Marcia en ik ga dus, we noemen hem voor nu Stevie. Het is een hele mooie, beetje donkerkleurige haan. Maar het is net alsof hij zo'n Stevie Wonder pruik op heeft. En ja, zijdehoenders heb je altijd het idee dat ze niet zo heel veel zien, omdat ze natuurlijk overal veer hebben. Dus als Stevie Wonder, oh, ik vond het wel een leuke. Dus Stevie ga ik halen. En dat is een meisje goed zul. Echt. Ik heb filmpjes van hem gezien. Zelfs de haan die daar loopt, doet een dansje om Stevie, omdat hij ook gewoon niet ziet van, hé, jij bent
mannelijk genoeg. Op jou moet ik geen dansje doen, want jou hoef ik niet te versieren. Ja, het voelt wel fijn om weer een haan te hebben. Het was toch completer met een man in huis, zeg maar. Ja, ik hou je op de hoogte. Hallo meiden. Ja, hoor dan Vince. Hey Bob. Oké. Oeh, spannend. Kom maar Vince. Goed zo. Waar gaan ze? Hallo? Kijk eens wie daar zijn. Meiden, kijk eens wie daar is. Hallo, hoi. Ja, dat was het. Heb je even een checkbook? Hé? Is die knappe Bill? Billy denkt, ik zie mijn kans gewoon om het hoger op te komen. Gezellig meiden. Maar lekker eten. Yum yum. Het is lekker hè? Van mijn takken onderaan heb ik weggeknipt. Want dan kan die tenminste gewoon ook door de heg lopen. In plaats van dat hij meteen klem zit. Maar Billy die gaat er achteraan. Hi meiden. Kom maar even kijken naar Vince. Nee, die gaat zo meteen lekker daar ook in de bosjes. In het zonnetje. Lekker shuffelen hè jongens. Dit is een heerlijk plekje om 's morgens te shuffelen. Vince, het zaadje is gevonden. Komt helemaal goed. Kijk, Vince zit nu lekker daar. Hier ligt er eentje te ballen. Ja, daar gaat hij lekker shuffelen. Ik heb voor de meiden wat meelwormen neergegooid. En die zaten hem wel een beetje achterna. Maar nu zijn ze afgeleid. En kan Vince lekker tussen de takken zijn bescherming zoeken. Lekker meelwormpjes. Hé, als ontbijt. Ja, goed zo. Dat is lekker. Hé, dat krijg je niet elke ochtend hoor. Maar vandaag wel. Goed zo. En lekker drinken. Oh, kom maar. Vincey. Oh, de wijde wereld. Hier? Kijk, ach, hier loopt hij. En Billy, zij, de jongste, is echt voor mij een schatje. Die zit hem dus achterna. Hier. Kijk, er komt zo. En hij is best wel een beetje... Oh.
Nee, nu is het... Oh, wacht, gaat ze zo? Vince denkt, ik verstop mij gewoon. Hij zit daar. Meelwormenjacht. Nou, Vince. De kust is weer veilig. Hup, daar gaat hij weer.